gemeenteberichten. Volgende week zal Rotary Club Bergijk op het Hof een boekenverkoop houden. En de opbrengst van de verkoop komt ten goede aan het wereldwijde project Polen de Wereld uit. Einde bericht. Oh, pardon, herstel. Volgende week zal Rotary Club Bergijk op het Hof een boekenverkoop houden. De opbrengst van deze verkoop komt ten goede van het wereldwijde project Polio de Wereld uit. We liggen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk. Wat zie jij nou, voel ik mij net als een koning zo rijk. Ach. Ik ga van het jaar niet naar Zwitserland. Heb je geneukt of zo? Holy joe. Ik heb in mijn tuintje een berg geplant met edelwijs voor mijn pipé. Toon Sporenberg, nou, de luisteraars, u moet mij maar even verontschuldigen. Toon Sporenberg is wel buitengemeen vrolijk vandaag. Wie rust met mij aan om met een leuke vent als ik naar het stadhuis te gaan. Wat is dat voor een liedje? Een haantje neem ik in mijn uitzet mee. Nu nog een leuke vrouw, dan is de zaak oké. Wat is dat voor een gezellig liedje? Ja, ik heb gisteren op straat een tijdschrift gevonden met foto's erin waar ik vrolijk van geworden ben. Hè? Die Auschwitz-foto's? Ja. Ach. Hè? En nou heb je daarvan gezongen? Ja, dan ben ik... Dit is een kampliedje, toch? Ja, denk het. Ik weet het niet. Ik schoot zo in mijn hoofd. Dit zongen ze in al die zwart-witte pakken als ze met hun gamellen dunne soep gingen halen. Irate soep? Ja. Nou, in ieder geval, ik werd heel vrolijk en ik wou even zingen. Oké, goed, dan gaan we nu iets anders doen. Ja, ik ben alweer chagrijnig. We kunnen door. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Goeiedag, dames en heren, dit is Peer van Eersel. En dit is Toon Sporenberg. En Toon Sporenberg, je koptelefoon zit ondersteboven. Ja, nou en, wou ik eens proberen. En dan hoor je links-rechts andersom. Nee, onderboven hoor ik andersom. En dan hoor je links-rechts ondersteboven. Nee, ik hoor... Wacht even, nou... Hoor je mij nu ondersteboven? Ja. Ik hoor zeg maar jouw zinnen andersom. Omdat je ze op je kop hoort. Ja, en achterstevoren. Ook nog? Ja. Dat is wel een grappig effect. Ga ik ook eens proberen. Probeer eens. Zeg eens wat. Nou, dan zeg ik nu bijvoorbeeld... Kijk, hè. Zeg ik bijvoorbeeld... gemeentebericht, zeg ik dan bijvoorbeeld. Ja. En wat hoor jij dan? Gemeentebericht. Ja. Oh, nou, dat is eigenlijk gewoon normaal. Dat is toch niet op zijn kop? Dat is gewoon normaal. Nee, maar ik hield je ook een beetje voor de gek. Ik zet hem weer gewoon. Oh. Zet hem ook gewoon... Maar goed, we walsen een beetje over onze gast heen. Er zit hier een man en dat is een gedesillusioneerd man. Het is een man die had een droom. En de droom is, als een zeepbel uit elkaar gespat. Het is Rien van de Vleuten. Rien, ga nou eens een beetje recht zitten, jongen. Ja, goeiedag. Rien, we kennen jou allemaal. Je had tot 2 jaar geleden hier een hakkenbar. Ja. Succesvolle hakkenbar. Zeker weten, van de Vleuten. Hakkenbar. Schoenenwinkel, hakkenbar. Sleutelservice. Tassen ook, sleutelservice. Ja, het hele pakket, dat deden wij. En ik moet zeggen, dat ging helemaal niet echt slecht. Maar, tuku mikro makan to do manan. Wat zeg je? Tuku mikro makan to do manan. En dat is dus... Ik hoor nou iets op zijn kop. Apeltaal. Hoor iets op zijn kop. Nou, dat is geen echte apeltaal, het is Swahili. En wat betekent dat? Dat betekent, ik had een droom. Ja, Rien. We hebben jou een jaar geleden met het hele dorp uitgeleide gedaan. Precies. Want jij ging iets doen. Ja, dat is doen. Inderdaad waar. Ik ging dus een hakkenbaar beginnen in Congo. Ja, want jij... Diep in Afrika. Jij had je daarin verdiept en toen kwam je erachter. Ja, ja ze hebben van alles daar. Palmen en rieten hutjes en kookpotten. Ongelooflijk veel spullen. Maar één ding hadden ze niet. Nee, de hakkenbaar. Dat leek jou een gat in de markt. Ja. Je meende daar ook goed mee te kunnen doen aan de negers. Ja, zeker weten, want... Wat heb jij met negers trouwens? Nou, ja, wat heb ik met negers? Ik vind echt mensen. En echt hele... Nou, eigenlijk gewoon mensen. Net als,
net als de mensen van hier zijn er ook echt wel mensen. Ja, die, het is natuurlijk wel, ze ruiken wel anders, maar ja, dat moet je niet stank noemen. Oh. Dan worden ze giftig. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Snel aangebrand, de negers. Nou ja, als je dus één keer zegt van Mukita Martantudu. Dat betekent je stinkt. Ja, je stinkt of wat een apenlucht. Als je dat zegt? Ja, dan vallen de kokosnoten uit de bomen. Dat kan ik wel zeggen. Och ja? Want ja, dan gaan ze dan enorm hard tegenaan trappen. En dan is de kans groot dat je een noot op je hoofd krijgt. En dat heb ik dus ook gekregen. Maar wacht nou eens even, Rien. Want je had eigenlijk een ideële bedoeling. Jij dacht, we moeten die mensen daar helpen. Niet met voedsel, maar we moeten ze iets om handen geven. Waarmee ze hun eigen geld kunnen verdienen. Ja, nou kijk. Je kan ze dus allemaal schoenen geven, hè. Dat kan je doen. Maar je kan ook gewoon daar een hakkenbar beginnen. Dat als de schoenen dan kapot zijn, dat je niet meer nieuwe schoenen hoeft te gaan geven. Maar dat je dan de oude schoenen op kan gaan laten Ja, zoals het vroeger ook al in jouw etalage stond, geef schoenen een tweede kans. Geef schoenen een tweede kans, ja inderdaad Toon, dat heb je goed onthouden nog. Nou, even terug naar wat er nou eigenlijk is gebeurd. Je hebt hier de boel verkocht, je bent hoppakee met een groot schip en een container vol met spulletjes voor een hakkenbar naar Congo. Ja. Je hebt daar een hut gekocht. Daar heb je een alles was perfect in orde. Het bord opgetimmerd. Het zag er geweldig uit. Van de Vleuten hakkenbar. Nou, en er stond onder, geef schoenen een tweede kans. Geef schoenen een tweede kans. In het Swahili. Ja. Hoe klinkt dat? Abutu kanasa matatadu. En toen liep het storm. Dus daar kwamen die mensen binnen en dan zeiden ze, kom om matatmutadu. Dan zei ik, ja, geef schoenen een tweede kans. Maar je gaat dan voor zo'n negen staan, je kijkt naar beneden, heeft blote voeten. Ach. Ja, dat is dus eigenlijk een soort startfout geweest. Blijkt dat die mensen ontzettend graag op blote voeten lopen. Lekker door het zand en door... Door de prut en de rotzooi en ze trappen dus ook graag met de blote voeten tegen die bomen, dat die noten dan naar beneden vallen. En maar jij had dus inderdaad die hakkenbar. En wie schetst jouw verbazing? Ja, ze hebben geen schoenen. Nou, dan wordt het voor mij dus wel heel erg lastig om om te verzolen of om de hakken te vernieuwen. Of te stikken of een nieuwe binnenkant erin te leggen. Of om de neus uit te pletten. Het is allemaal dingen die ik heel goed kan. Geurvreters erin. Als u dat wil, dat is helemaal geen probleem. Ook zolen met ingebouwde geurvreter. Ik heb het allemaal. Maar ze hebben dus ook al die hutjes, daar zitten geen sleutels op de deuren. Dus ja, dan sta je dan met je hele sleutelsetje, wat ik meegenomen had. Hè? Ja. Dus je draait zo even een paar sleuteltjes uit. Maar ja, die hutjes die gaan niet op slot. Ik wou zeggen, ja, we zouden hier met een gedesillusioneerd man die zoveel pech heeft gehad praten. Maar je hebt toch heel veel van dit aan jezelf te danken. Dat denk ik ook. Nou, dat ben ik dan niet met u eens. Nee, maar jij hoeft het ook helemaal niet met ons eens te zijn. Als wij dit vinden, dan vinden wij dit. Het is genoeg geweest. Ja, heel veel dingen die de mens zichzelf aandoet, heeft hij aan zichzelf te danken. Blijkt maar weer, zonder goede voorbereiding, mensen, graag in godsnaam geen hakkenbarren beginnen in Congo. Zonder je te realiseren dat negers niet op schoenen lopen en ze al helemaal hun hutjes niet op slot doen. Dus op een sleutelservice zitten ze al helemaal niet te wachten. Nou, dat is een wijze les voor alle mensen met een hakkenbar in Bergijk die erover denken om zich te verplaatsen naar het Afrikaanse continent. Doe er uw voordeel mee met deze uitzending. En we gaan eventjes luisteren naar een stukje Afrikaanse Congo-muziek. Dames en heren, het is weer tijd voor de... Goeiedag! Nee. Het is weer tijd voor agrarisch nieuws. En daarvoor hebben wij natuurlijk weer contact met niemand minder dan onze oude, vertrouwde, glasheldere Boer de Boer. Peer, het woord aan jou. Heb je al contact met hem? Ja, volgens mij wel. Goeiedag, dit is Peer van Eersel. Boer de Boer. Boer staat schrapzolder in doekjes omwinden, willen gerre verwittigen van de boer Penari. Ja, goed. Boer de Boer, er wordt de laatste tijd, en eigenlijk is agrarisch Bergijk in reparoer, nogal wat dode veulens aangetroffen, zo her en der in de weilanden.
Is er sprake van een soort veulenziekte? Zou dat kunnen zeggen, want naast de sporadische spoelwormen kan lindwormen welig tieren en dat zal de spuigaten uitsputen, zal de poeskennen hebben. Er zitten onder de rode korst dat de herpes hem in de hoeven zijn geslagen. Tot ieders verdriet ze vaak dampen kennen worden en van alles laten schieten. Ja, het is zeker verdrietig voor mensen die dan echt hun ziel en zaligheid in het laten dekken van hun merrie hebben gelegd. En dan komen ze met een mooi stamboekveul aan en dan vinden ze het op een goede dag dood in de wei. Maar is er nu sprake van een soort virus onder de veulens? Aan een viriel veulentje staat bloot aan virulantie van Jan en Alleman. Die sneu statenbijtjes gaan flux al weerloos gevloerd door korstjes van benenscheur bij barstjes van overvulde achterknieën. Ja, en wat is uw tip als je nou, je merrie heeft een doodveulen in de wei liggen. Hoe lang kan je nou wachten voordat je de merrie opnieuw laat dekken? Zal gewoon de natuur zijn gang laten gaan, laat paardje lekker zelf praktiseren. Zou de paarden perieken het zwikkie verpesten met weer al veulentje pierlala, dan kunnen altijd nog een dooddekkingspremie opstrikken van uw paardenpolis. Goed, nou dat is op zich een duidelijke tip voor mensen die ook hiermee te maken hebben. Boer de Boer, er is ook heel veel te doen, de laatste de stierenkeuring in Bergijk. Het klotenwegen was niet helemaal geëikt. De weegschaal was niet geëikt. Ja, dat hoeft niet. Die weegschaal hoeft niet geëikt. Want dan kan de boerke wel met blot oog inschatten dat de klokkenspel er nog wel eens langs zij klingen. Doen de vakboeren de schoten met een natte vinger. Dus kunnen we er nog nooit van uitgaan dat de stier met de zwaarste kloten ook echt de stier was met de zwaarste kloten? Ik zal mijn klant opeten als ik lieg, kennen u niet aankoeken door de telefonie. Maar boerke gebaar nou met zijn blote handen een enorm geval. Goed. Oké, dank u wel, Boer de Boer, voor dit heldere agrarisch nieuws. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Nou, dat weet ik niet. Kan wel dood zijn of dat paardje omkievert en boer onder parken ligt. Dan kan niet op tijd bij het telefoontoestel komen en dan weet het maar nooit van tevoren. Goed, daar houden we dan op. Dag, Boer de Boer. Zeg nog even voor de dag. Als Boer de Boer een klootje eikt, dan zal hij niet direct de hoorn aanpakken, want dan zal de stier denken, hey, de boer heeft ook een hoorn. En dan gaat het boems en dan vliegen de boer door het hemelruim. En dan ben je dan mooi klaar mee. Ja hoor, ik heb afgesloten. Dag, Boer de Boer. Wat blief? Nee. Boer gaat verbinding verbreken. Ja, oké. Okay. Dag, Boer de Boer. Volkswijsheden. Bergijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk, voor het volk. Opa zei altijd, ieder zijn beug, zei de boer. En hij had paardenkeutels. Einde Bergijkse volkswijsheid. Dat was het voor vandaag, dames en heren. Morgen, u heeft natuurlijk allemaal in uw agenda staan. De bijzondere dag. En daar gaat Peer op reportage. En ik zal dan vanuit de studio de belangen van de zender behartigen. Maar morgen, als u niet op het hof bent, zoals de meesten misschien wel zou zijn, maar u bent bijvoorbeeld bedlegerig of anderszins aan het huis... Ik kijk, hier staat mijn zender, maar waar is de antenne? Want ik wil de antenne even goed in het vet zetten. Ik wil de antenne even goed in het vet zetten. Ja, morgen reportage van Peer van Eersel. Alle zieke wetenschap en alle gezonde. Kom op. Waar is het vet? Het antennevet? Tijdje was het antennevet. Ach, sterf.